zorgen om weer een verkrachting in de stad. West wil na de zomer al fietspaden waar scooters niet op mogen. En geldinzamelingsactie voor door brand getroffen gezin. Het is dinsdag 19 april. Welkom bij Rijnmond Nieuws. OM in hoger beroep in zaak woonbootbom Wormer. Overvolle sluipwegen door het gesloten Velse tunnel. En bewegen voor beeldschermverslaafden met de gym-app. Het wordt een mooie dag. Steeds meer mensen vertrekken uit Utrecht. En 17-jarige jongen opent ijssalon in Veenendaal. Goedemiddag, u kijkt naar U Vandaag. Almeerse zonnepanelen werken wel degelijk. Wethouder Hans Engelvaart neemt ontslag. En partij moet duizenden euro's terugbetalen. Goedenavond, de zonnepanelen in de Almeerse wijk. Energiebedrijf Delta toch in de verkoop. Het is dinsdag 19 april, dit is Zeeland Nu. Belangrijkste onderdelen in de etalage. Kering even dicht door ongeluk. En Zeeuwse schoolkantines best gezond. Dag dames en heren, de belangrijkste onderdelen van Delta. Partijen bij over opvangplan vluchtelingen. Tegenstanders kondigen acties aan tegen verdeling. Automobilist rijdt badkamer binnen in Helvoort. Het is een behoorlijke ravage. En wasdroger, wasmachine. Alles ligt hier op een hele grote hoop. En PSV-supporter beschuldigt scheidsrechter van matchfixing. Goedenavond, welkom bij... Dit is het Frieske Nijs van man die 18 april. Jin AZC meer in Kleerste Wietmarsum. Groeiend al ouderen in financiële nood. Een historisch schilderij in Jouwt verwerom in de stad. Goeie en welkom bij Jouwt. Goedenavond. De verdachten van brandstichtingen in Hogeveen staan deze week voor de rechtbank in Assen. En Drenthe ligt niet wakker van de gevaren rondom de kerncentrale vlak over de grens in het Duitse Lingen. En natuurlijk ook het weer vandaag met Loes van der Laan. Het is nog behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. Eigenlijk hadden we massaal aan de asperges moeten zitten. Maar in Zijnendaal, hier zitten nog geen bultjes onder het plastic. Deze asperges hebben echt nog wat warmte nodig. En of dat eraan komt, hoor je straks. De familie Berenink uit Hengelo is al jaren in conflict met de gemeente vanwege de bouw van een kinderdagcentrum. Om archiefstukken boven water te krijgen die moeten aantonen dat de familie gelijk heeft, loven ze een beloning uit van 10.000 euro. En verder. Het zijn er een stuk of 10 in Overijssel, wildtunnels. Maar worden ze ook echt gebruikt door beesten? Schuift André Manuel aan over zijn definitie van vrijheid. En vanavond in Zwolle wordt het Koninklijk Concert opgenomen in het bijzijn van Willem-Alexander, Maxima en Beatrix. Het was een benauwd avontuurtje voor hem. Remen uit Duiven, hij belandde in deze donkere kledingcontainer. Goedenavond. Politie tast in het duister naar vondst zwaargewonde vrouw in Sittard. Mensen zijn polshoogte gaan nemen en zagen vervolgens bloed bij de voordeur van de woning. Die hebben de politie gebeld, wij zijn gaan kijken en we troffen in de woning een grote hoeveelheid bloed aan. En verder in het nieuws vandaag,
provincie pompt miljoenen in waterrecreatiegebieden. Een Romeins badhuis komt tot leven in Heerlens Thermenmuseum. Goedenavond. Bloed.